Ja, mooi. En dan een absoluut sensationeel talent. Iris Hond bracht in de wereldraad door een ode aan Prince. Amerikanen waren daar zo van onder de indruk dat Iris meteen naar Minneapolis werd uitgenodigd. Naar de plek waar Prince woonde en werkte. Om het daar nog eens over te doen tijdens een grote tribute to the artist. Iris Hond. Ze is met niemand te vergelijken. Past niet in wat voor kader dan ook. Ze is en klassiek en pop. Ze treedt op in de grote concertzalen van de wereld, maar ook op straat en in ziekenhuizen. Ze krijgt applaus van Haagse daklozen, maar ook de legendarische Leonard Cohen was weg van haar talent. En ze heeft dat ene geheim dat ze 16 jaar lang bij zich heeft gedragen en waar ze pas sinds kort mee naar buiten kwam. We zochten haar thuis op, Iris Hond. Ze speelt werkelijk overal. Werd bekend doordat ze zich door stad en land verplaatst met haar mobiele vleugel. Tot in New York kreeg en krijgt ze waardering voor het feit dat ze zich wil laten horen op de meest ongewone plekken waarvan zij vindt dat haar muziek daar iets kan betekenen. Tot op Wall Street aan toe. Koning en koningin informeerden met name naar dat laatste grote Amerikaanse avontuur. Wat deden mensen als je begonnen met te spelen? Hoe keken ze aan? Het is echt in het Financial District. Ja. Dus sommige mensen zijn gewoon zo gestrest. Ik denk niet eens, die lopen alleen maar naar hun werk. Maar er zijn ook heel veel mensen die houden en praten. Ja. Veel reacties die ik hoor zijn van, dit is het echt goed begin van de dag. Ze zijn zo gestrest. Ja. Even een omgeving. Fantastisch. Dus je gevraagd om langer te blijven of niet? Ze vragen wel of ik elke dag kon spelen. Oh ja? Iris Hond, je vindt haar overal. Bij het leger des heils, in ziekenhuizen en gevangenissen. Voor haar is het deel van haar missie in dit leven. Dat ze ook voor daklozen speelt is minder verbazingwekkend. Want als 14 jaar in Den Haag was ze lange tijd één van hen. In die verwarrende tijd sliep ook zij regelmatig op straat. Daar was wel iets aan vooraf gegaan. Waarover straks. You play for the homeless people. Why is that? When I was 14, I was homeless myself. I developed some really special relationships with the homeless and I started playing for them. And as I played for them, I just felt that it gave them relief and hope. And when I saw that, I decided that I needed to play in more places where music is, needed. It's such a shame. Our friendship had to Altijd ging het behalve over haar unieke talent over haar leven op straat. En kwam ze nog niet naar buiten met het grote geheim dat zo bepalend is voor wie ze is en wat ze doet. Iris Hond, summa cum laude afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Maar als gezegd, ze treedt even graag op met DJ's als Fede LeGrand. En ze maakt een indrukwekkend stuk samen met Ali B. Ik zie een beetje licht, probeer het vast te pakken, reik mijn handen uit. Ren er op mijn allerhardst naartoe, op mijn allerhardst roep ik. Hier ben ik, kom naar me toe. Steek je arm uit, ik ben zo moe. Het licht wordt alsmaar feller, het doet pijn in mijn ogen. Maar die pijn die is zo zoet, ik moet eraan geloven. Moet er nu naartoe, laat me binnen. Binnen is daar buiten, ik hoor de vogeltjes al zingen. Ze zingen, het is goed zo, je hoeft niet meer te winnen. Zonnestralen strelen mijn koude huid. Heel zachtjes fluistert de wind.
Zachtjes streelt de zon mijn koude huid. Nou, koud is het. Moeten we gewoon omlopen? Ja. Op weg naar een absoluut muzikaal fenomeen, Iris Hond. Heeft voor het eerst in haar leven op haar 30ste een eigen huis. Dus hier, en ze zei, de deur staat al voor je open. Nou, klopt. Iris. Hi. Heel zachtjes fluistert de wind... Hier ben je thuis, mijn kind. Heb je eindelijk een huis gevonden? Ja. Ja. Ik ben 30 geworden afgelopen jaar. Dus ik dacht, daar hoort een huis bij. Ja. Dat is mijn eerste huis, ja. Ja. En is dat een grote verandering? Best wel. Ja. Ik dacht sowieso, ik heb altijd gehuurd. En ik heb natuurlijk ook, ik ben heel jong het huis uitgegaan. Toen ik 14 was. Dus ik heb heel lang geen gevoel van thuis gehad. Dus toen ik eraan dacht om dit te kopen, was dat best nog even een stap. Want ik dacht, ga ik nou echt een vaste plek krijgen of wil ik toch nog blijven zwerven? Nee, dus het is een grote stap geweest en een grote verandering. Ik wil het zeggen, het is een hele grote verandering in je leven. Ja. Ja. En dan denk ik, nou ja, dat huis dat staat in Den Haag. Hè? Want Den Haag is ongeveer de stad die je gevormd heeft. Klopt. En dan komen we opeens in Hilversum. Ja. Dat is nog een lichte teleurstelling wel, vond ik. Nou, ik wilde Den Haag uit. Gewoon te veel mensen die ik daar ken. Ik ben daar heel erg met de daklozen altijd bezig geweest. Dus die stonden elke dag voor mijn deur. Elke nacht werd ik mijn bed uitgebeld. Dus nee, ik dacht even de rust in. En toen vond ik dit. Maar je was zo enthousiast over ze altijd. Nee, dat ben ik nog steeds. Maar ik vind het toch fijner, heb ik ontdekt, als ik naar hen toe ga... dan dat ze de hele tijd bij mij op de stoep staan. Dubbel leven is het woord niet. Hè? Het is het eigenlijk leven volgens extreme contrasten. Hè? Want je hebt Chopin en Rachmaninoff in je hart. Ja. Hè? En van de andere kant treed je op met Feather LeGrand. Ja, inderdaad, klassiek is mijn basis. En daar ben ik heel blij mee. Want daardoor kan ik alles spelen. Maar ik vind het superleuk om nieuwe dingen te ontdekken... en ook inderdaad met andere muzikanten te werken. Iris Hond, ambitieus, begon haar eigen muziek te componeren... en verhuisde voor 3 jaar naar Amerika. Daar werkte ze met de allerbeste muzici en producers. Die samenwerking leidde tot verbazingwekkende resultaten. En Iris raakte bevriend met de grote Leonard Cohen. The day I introduced Iris to Leonard, she came to his house. And as he was coming down the stairs, he stopped at a jasmine bush and picked a flower off the jasmine and brought it to her and gave it to her. Which was Leonard being Leonard, but also started something very sweet between them. There was something in her spirit and in her music that he'd never heard before. And believed completely that it would really turn people on. They were good buddies. Maar spelen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, ze doet het nog altijd en met liefde. Dear world, please hold me close tonight beneath your sea of stars. Het zijn vaak emotionele miniconcerten. And while I dream, watch over me. Zo ontroerend, jouw verhaal ook.
En muziek, als ik luister naar muziek, dan vergeet ik mijn zorgen. Ook deze morgen. Ah. Heel veel dank. Nou, graag gedaan. De basis voor haar eigen nummers vindt ze in haar dagboeken. Daarin heeft ze alles opgetekend dat haar overkwam in haar veelbewogen leven. Ik heb wel het gevoel dat ik een klein beetje kan begrijpen hoe jullie situatie is en hoe jullie je voelen. En een paar jaar geleden heb ik Bruce ontmoet. Yeah. Die heb ik toen... I love this lady, man. Bruce heb ik een aantal keer uitgenodigd bij mij thuis. Toen heb ik voor hem gespeeld. En toen merkte ik dat dat zoveel voor hem deed. Dat het hem blij maakte en even uit zijn zorgen haalde. En daarom vind ik het belangrijk om hier vandaag voor jullie te spelen. Baby, I could never steal you. From another. It's such a shame. Our friendship had to end. Contrast. Bruce, ja, die een grote indruk op je gemaakt heeft. En van de andere kant Patrick Leonard, een van de grootste producers die Amerika kent. Ja. Nou, als je nou over contrast hebt, denk ik twee belangrijke mensen uit twee totaal verschillende werelden weer. En allebei heel erg belangrijk en allebei waardevol. Kijk, ik speel al heel lang voor daklozen. Ik speel al heel lang op plekken waar muziek nodig is. Dat doe ik sinds mijn 14e. Dat is zo heel natuurlijk, organisch ontstaan en dat blijf ik doen. Maar die Bruce, ja, waarom was die zo indrukwekkend dat hij steeds maar terugkomt in verhalen over jou? Omdat daar echt een vriendschap ontstond. Dus toen zei ik, nou, kom maar binnen, dan speel ik voor je. Nou, en hij was daar zo door overweldigd. Nou, daar ontstond gewoon een vriendschap. En die is gebleven. Die is gebleven. Hij mag 's nachts wel aanbellen nog, of niet? Ja. Als een van de weinigen dan. Ja, maar hier komt hij niet. Maar dat is Lady Felbruis. Nou ja, over contrasten gesproken, dan op een gegeven moment sta je in een hele chique witte jurk. En dan zie ik je bij Le Grand, zit je in een soort sexy leren pakje weer. Dat kan ook allemaal. Dat is allemaal nog steeds dezelfde Iris Hond. Ja. En die witte jurk zul je niet meer veel zien. Ik ga wel... ik vind het gewoon toch heel erg leuk om een groter publiek te bereiken. Om meer mensen te bereiken. En ook jonge mensen. En die jurk hoort bij de klassieke markt. Ja, ik ben sowieso, ja. En bij het halen van je bachelor's diploma. Ja, de jurk die is het water in. Dit was van vroeger. Ja. In ieder interview met jou gaat het over je contact met de daklozen in Den Haag. Hè? Want je bent op je 14 het huis uitgegaan. Beland in Den Haag. Nou ja, en op een gegeven moment heb je geen huis meer. Mm-hmm. En je komt in contact met die daklozen. Maar echt dakloos was je natuurlijk niet. Hè? Het is ook wel een deels een mythe. Want ik begreep dat je af en toe in het conservatorium bleef slapen. He? Kon je ook douchen? Heeft de conciërge je daar nooit gesnapt, 's nachts? Nee, ik deed dat stiekem. Ja. Net voor school ging om 10:30 dicht. Dus om 10:10 zorgde ik dat ik op school was. En sloot ik mezelf op in de wc's. En dan ging school dicht en dan kon ik daar gewoon verblijven. Ja, dus echt dakloos was je niet. En in de tweede plaats kon je natuurlijk ook terug naar je ouders in Harderwijk. He? Dus het leven met daklozen is relatief. Ja, nou, het ding was, ik was uit de plek waar ik verbleef eigenlijk weggevlucht. Durfde niet aan mijn ouders te vertellen waarom dat was. En dus was wel een, ja, ik heb wel echt een dubbel leven geleid waarbij niemand wist. Kijk, ik heb wel 's avonds echt door de stad gedwaald. Ik sliep niet elke nacht in het conservatorium. Nee. En dat ik wist 's avonds niet waar ik ging slapen. Of ik nou terugging naar mijn ouders in Harderwijk met een smoes. Of dat ik in het conservatorium sliep. Maar ik wist het niet. Dus je bleef op straat meestentijds? Ja, ik bleef heel vaak gewoon 's nachts op straat hangen. Ja. Ik praat er altijd over alsof het allemaal zo mooi was. Klinkt natuurlijk heel romantisch. Maar het was heel moeilijk. Ik heb me heel erg alleen gevoeld, heel erg eenzaam. En ik was ook heel erg bang vaak. Maar toch zag ik zag toch wel dat... ja, dat het me vormde en dat ik er iets van kon leren. En dat het op de een of andere manier bijdroeg aan mijn ontwikkeling. Op wat voor manier dan ook. Dat is een bijna kille analyse van iets wat toch ook heel emotioneel geweest moet zijn. Ja, en ik denk dat ik merk vooral achteraf. Ik ben nu heel erg blij. En wie weet heeft dat met de leeftijd 30 te maken. Maar ik voel nu heel erg dat ik... Ik ken ook vrouwen van 30 die juist omdat ze 30 worden helemaal instorten. Maar goed. Nee, ik heb juist...
die tijd toch een beetje achter me gelaten. Ja, ik was 14, ik was ontzettend jong. En wat ik gewoon merk, ik heb dat gevoel van een thuis en bescherming en veiligheid heb ik niet gekend in die tijd, dus nee. Daar, ja. En toen kwam ze afgelopen september in het programma van Jeroen Pauw. Ik was zelf dakloos toen ik 14 was. Dus ik ken dat gevoel. Ja. En de daklozen in Den Haag, want dat was in Den Haag, hebben mij toen echt opgevangen. En hoe word je dakloos? Ik kom uit Harderwijk. Ja? En ik had een droom om concertpianist te worden. Dus ik ging naar het conservatorium in Den Haag. Dus ik moest het huis uit, want op en neer reizen was te ver. Ik kwam bij iemand in huis, maar dat ging mis. En een op andere dag stond ik op straat en was ik dakloos. Ja, maar ja, je ouders waren nog gewoon in Harderwijk, of niet? Ja. Dus die wisten wel, die vinden dat niet fijn dat hun dochter van 14 uit Harderwijk dakloos door Den Haag sliert. Ja, ik kwam bij een man, ik ging wonen bij een man, ja. Geen sugar daddy, maar iemand die studenten opvangt van het conservatorium, een soort gastgezin, en daar werd ik misbruikt. En daarom ben ik durfde dat mijn ouders niet te vertellen, dus ik ben daar, op die avond ben ik weggegaan. Ja, zonder huis, ik durfde het eigenlijk aan niemand te vertellen, ook niet op school. Dus niemand wist dit? Nee. En dan heb je eigenlijk het geheim waarom dat was met je meegedragen tot afgelopen september. Mm. En toen zat je bij Jeroen Pauw en toen kwam dat ter sprake, het misbruik. Hè, met een hoofdletter, wat in deze tijd natuurlijk gewoon het onderwerp van gesprek zo ongeveer is. Ja. En dat vertelde je zo ontspannen. Ik denk, heb je zo lang met een groot geheim gelopen. Je hebt het je ouders niet durven vertellen. En dan valt daar het woord misbruik en je vertelde het alsof het bijna iemand anders was overkomen. Ja, ik zat er niet ontspannen. Maar ik kan dat waarschijnlijk goed verbergen. Nou weet je, op de een of andere manier heb ik me er zo van gedistanceerd dat het inderdaad misschien wel voelt alsof het iemand anders is overkomen. Mensen zeggen heel vaak tegen mij, ben je niet ongelooflijk boos op die gast? Nee, ja. Dat was iemand bij wie je tijdelijk in huis kon zijn, ja. Die wel meer studenten tijdelijk onderdak bood. Ja. En daar ging het mis. Ja, dus die kwaadheid en die emoties, hebben zoveel impact dat ik dat heel lang heel erg heb weggestopt. Nu voel ik inderdaad kwaadheid, nu voel ik daar verdriet over. Nu kan ik zien wat het me heeft aangericht. Maar dat heeft wel even geduurd. En wat heeft het aangericht? Nou, ik denk een... Hoe zeg je? Self-worthiness. Eigenwaarde. Daar heb ik wel... Ik zie mezelf wel vaak terug natuurlijk op tv. En dan zie ik daar een hele uitgebalanceerde vrouw. Maar, die ik nu ook zie af en toe, ja. Ja, maar daaronder schuilt wel iets anders. Waar ik heel hard aan heb moeten werken. En nog steeds elke dag doe. Maar boosheid was er aanvankelijk helemaal niet, begreep ik. Die neemt toe. Ik durf het nu gewoon wel te voelen. Ja. Dus ik heb heel lang ontkend dat er überhaupt iets met mij aan de hand was. Of met mij aan de hand was, maar dat er inderdaad schade was. En er is schade? Ja, er is schade. Ja. Daar kan ik goed mee omgaan. En daar heb ik... Ik ben die periode nu voorbij dat ik er heel veel last van heb, maar... Ja, maar je kan het goed analyseren voor jezelf ook. Helpt dat om de schade te beperken? Ja, ik denk dat dat twee kanten heeft. Aan de ene kant helpt dat natuurlijk enorm. Aan de andere kant weerhoud je dat misschien ook van het echt te voelen. Maar nee, ik kan het inderdaad goed analyseren. Maar om die muziek te maken die je nu maakt, moet je echt kunnen voelen. Nou, maar dat is het. Ik kan het altijd vertalen in mijn muziek. En dat is mijn uitlaatklep. Daardoor ben ik hier ook en gaat het heel erg goed met me. Ja. Die piano heeft me er wel doorheen gesleept. Dat hoor je zo vaak. We hebben Gregory Porter laatst geïnterviewd. Hij zei, music saved my life. Ja. En ja, dat is ook wel een cliché en het wordt langzamerhand. Maar in jouw geval geldt dat dus bijna ook. Ja, ik weet zeker als ik... Kijk, als ik die piano niet had, was ik waarschijnlijk nooit op mijn 14 het huis uitgegaan.
Maar het was de reden waarom ik elke dag opstond. Het was de reden waarom ik niet aan het drugs of drank ben gegaan, terwijl het echt recht voor mijn neus lag. Ik dacht altijd, ik moet morgen weer opstaan, ik moet studeren, want ik heb een droom. En die droom is? Concertpianist te worden. Ja. Dat was de droom. Ja. En aansluitend werd je dus gewoon popmuzikanten met eigen nummers. Ja. Hè, op basis van een dagboek. Kun je uitleggen hoe het komt? Want je hoort dat vaak als kinderen seksueel misbruikt worden. Dat ze, je zou zeggen, het eerste wat je doet is het vertellen aan... Want je hebt een goede relatie met je ouders. Ja, heel goed. Aan je ouders. Ja, voor mij was het... Het is kennelijk heel moeilijk om dat te doen. Ja, voor mij was het echt bescherming naar hun toe. Want ik dacht, mijn vader krijgt een hartaanval als hij dit weet. Dat, ja, dan heb ik heb waarschijnlijk gedacht dat ze kwetsbaarder waren dan dat ze echt zijn. Maar ja, nee, ik durfde... Ik ben nu net 30. Ik heb het pas 3 jaar geleden aan ze verteld. Hoe heb je het je ouders verteld uiteindelijk? Hoe was hun reactie? Ik zei tegen mijn beste vriend, ik moet ze dit vertellen, want het staat nu tussen ons in. Ik wil het niet meer verbergen. Ik kreeg het mijn mond niet uit. Dus hij heeft het eigenlijk verteld. Ja, ze schrokken natuurlijk enorm. Ze zeiden ook wel, ja, we hebben wel... het maakt veel duidelijk. Ouders helpen dan wel uiteindelijk? Zeker weten. Hebben ze het goed opgepakt? Ja, mijn ouders zijn hele bijzondere mensen. Dus het heeft het voelen van je muziek heel erg beïnvloed. Ja. En waarschijnlijk ook de manier waarop je componeert. Ja, zeker. Dat kan niet anders. Er zit dus wel emotie alleen maar in. Ja. Ja, het is allemaal gevoel. Ja. Dagboek is ook gevoel. Ja. Dit gesprek is ook gevoel. Klopt. Just for you. The world is singing perfect singing. Just for you. Just for you. You are dreaming, always dream of everything. Just for you. Nou, er gaat echt wel een pianist aan je verloren, hè? Een concertpianiste, dat begrijp je. Ja, maar ik blijf het altijd spelen. Met een groot orkest, dat is toch iets fascinerends? Dat kan niet anders. Precies, en die klassieke werken en de hele discipline die daarbij komt kijken, ja, vind ik heerlijk. Dus. Niet alles wat je schrijft is even toegankelijk, hè, qua muziek. Doe je dat bewust? Nee, ik denk dit album, het eerste album met mijn eigen muziek, Dear World, daar kom ik toch nog wel heel erg uit die klassieke wereld. Wie staan hier naar jou te kijken met de piano? Rachmaninoff. Rachmaninoff heeft zorgen over je toekomst, zo te zien. Die heeft altijd zorgen. Ja. Voor het eerst in haar leven is er nu ook ruimte voor iets anders dan de muziek. Ik merk nu gewoon... Ik heb best wel een eenzaam leven geleid altijd. Weinig mensen echt toegelaten. Ook uit angst. En nu... Hoe goed het ook gaat en hoe groot het concert ook is wat je geeft, je komt altijd weer thuis. En ik ben er nu aan toe om iemand echt in mijn leven te laten. Je kan nu toelaten? Ja. Dat heeft dus 16 jaar geduurd, als ik even snel reken. Nou ja, dat heeft lang geduurd, ja. En kan je voor die iemand dan ook een verleidelijk stukje accordeon spelen? Ja, dat kan. Stel dat hier een man binnenkomt en die zegt... Verover mij met de accordeon. Wat zou je dan spelen voor hem? Het enige stuk dat ik ken. Nou, laat dat horen. Oh jee, dit is echt heel lang geleden. Ja.
Nou, dit is het laatste wat ik bij jou verwacht had. Dat heeft eigenlijk niets met de rest van je repertoire te maken. Nee, helemaal niks. Nee. Ik gaf een keer een concert in een gevangenis. Ik speelde daar ook een aantal eigen composities. Na afloop kwam een van de gedetineerden naar mij toe en zei... Ik zit hier nu 12 jaar opgesloten. Toen jij net speelde, was mijn hart voor het eerst vrij. Dat is waar mijn muziek over gaat. Dat maakt mij gelukkig.